Na Bill is er weer een Clinton die heeft gelogen, Hillary. En wat betekent dat voor haar campagne? Max Westerman legt uit aan tafel. De meest invloedrijke man van het land vindt dat we veel zuiniger op Nederland moeten zijn. SER-voorzitter Alexander Rinooy-Kan. En vandaag begint het Amnesty Film Festival. En daar gaat ook haar film, The Dictator Hunter, Klaartje Kwerijn. Goed, we gaan het eerst hebben over Hillary Clinton. Ze heeft een speech gehouden waarin haar heldendaden toen ze in Bosnië op bezoek was, werden besproken. En daarin bleek een aantal feiten niet te kloppen. I remember landing under sniper fire. There was supposed to be some kind of a greeting ceremony at the airport. Kijk, ik denk dat zij in haar eigen hoofd dit op de een of andere manier heeft rechtgepraat. Er waren berichten dat er scherpschutters, dat er geschoten werd in de bergen daaromheen. Er werd van tevoren gezegd, het kan gevaarlijk zijn. Nou, ik denk dat dit er heel ernstig is, ook omdat ze zich er niet goed uit weet te redden. Geloofwaardigheid is natuurlijk een probleem bij de Clintons, zoals ik al zei. Dit ondermijnt dat. En haar claim naar op ervaring, ja, dat wordt er ook niet makkelijker op. Ja, Obama die had een klein probleempje, omdat een dominee, bij wie hij ter kerke ging regelmatig, zich min of meer racistisch had uitgelaten. Did I strongly disagree with many of his political views? Absolutely. Twee kandidaten die uit een netelige kwestie moesten komen. De een heeft, heb je net gezien, hoe Hillary er probeerde uit te komen. En nu jij. Wat is het verschil? Nou, hij geeft een hele eerlijke speech waarin hij ook eerlijk toegeeft dat hij hem wel eens controversiële dingen heeft horen zeggen. Daar niet omheen draait. Maar bovendien dan het probleem verder neemt en er een discussie van probeert te maken over een van de grootste problemen in Amerika, namelijk de rassenverhoudingen. Ja, wat doet Hillary? Die draait er eindeloos omheen, geeft een heel slap antwoord. Als ze nou gewoon had gezegd, wat, sorry, ik heb vergist. Ik heb me vergist. De Amerikaanse kant op het moment, die worden allemaal anti-Hillary. Als je tegen een correspondent zo doet, wat wordt er dan bedoeld? Volgens mij is dat een halve minuut. Dan is het gewoon klaar, ja. Afgelopen. U heeft vandaag de Hofstad-lezing gehouden onder de titel Zuinig op Nederland. En dan zegt u, onze economie heeft twee bijzonder goede jaren achter de rug, maar de ontevredenheid is onverminderd zichtbaar in de politieke opiniepeilingen. De achterliggende onzekerheid is kennelijk nog steeds aanwezig. En de onverdraagzaamheid als uitlaatklep al evenzeer. Ik denk dat onder andere er wel wezenlijke ontevredenheid bestaat over het functioneren van de professionals, waar we eerder over spraken. En dat dat de politiek wordt verweten. De onderwijzers, de verplegers, de politieagenten. Een tweede argument wat ik aanvoer is dat er misschien ook wel reden voor heel veel Nederlanders is om ontevreden te zijn over de staat van het land, de manier waarop wij de ruimte van Nederland benutten. Met name in delen van onze grote steden waar mensen echt een kwaliteitsverlies hebben ervaren in hoe ze wonen. Ik denk dat er ook überhaupt wel onvrede is over het gevoel dat de politiek het wel ziet, maar er te weinig mee doet. En ik denk dat sowieso Nederland nog steeds naweeën ondervindt van een hele snelle ontzuiling en een daarop volgende heel snelle toename van diversiteit in de bevolking. En dat zijn bewegingen en ontwikkelingen die ook op veel andere plekken in de wereld heel veel onrust en ongenoegen veroorzaken. Dus ik denk eigenlijk de optelsom van een groot aantal factoren. Ja. Waarom gaat er zoveel talent verloren volgens u? Ja, dat is een goede vraag. Er zijn, denk ik... Eindelijk. Het heeft even geduurd. Ja, ik zat erop te wachten. Maar goed, daar is hij dan. Er zijn eigenlijk twee belangrijke oorzaken. In de eerste plaats omdat heel veel kinderen de school afmaken zonder diploma. Dat is de schooluitval. Dat is ook wel geïdentificeerd als een ernstig probleem. Is het ook. Elke keer dat dat gebeurt, zadel je een kind om met een hele lastige startpositie op de arbeidsmarkt. Het tweede probleem, nog wat fundamenteler, is dat Nederland er niet in is geslaagd om een onderwijssysteem tot stand te brengen dat niet sterk discrimineert naar sociale herkomst. Dus met de bekende Nederlandse uitdrukking, als je voor een dubbeltje geboren wordt, dan word je nooit een kwartje. Dat is nog steeds zo. En dat is in belangrijke mate nog steeds zo. Vandaag is het 10e Amnesty International Film Festival begonnen. En een van de films die daar draait is die van jou, The Dictator Hunter. Ja. Het is een film die gaat over een advocaat, Reed Brody. En die is al jaren bezig om een oud dictator van Tjaad, Hissène Habré, achter de tralies te krijgen. Hoeveel doden heeft hij, denk je, op zijn naam staan? Hij wordt beschuldigd van 40.000 doden. Wat is de motivatie van die Amerikaanse advocaat? Nou, hij is eigenlijk benaderd door de slachtoffers om aan deze zaak te gaan werken. En hij dacht, nou, Senegal, dat is eigenlijk het enige... Ja, dat is een land, het meest... hoe zal je verwesterse dat land van... Verwesterse land van Afrika. En dat heeft de grootste kans van slagen. Ja, moet toch lukken om dan daar die verdreven, in ballingschap levende man uit Tjaad te vervolgen. Is hij nou veroordeeld of niet? Nee. Nog niet.
Ja, nee, wat is dat? Nee, maar goed, dat is natuurlijk de volgende stap. En dat, hoop je maar. En dat is nu de grote vraag. Gaat Senegal dat ook doen, ja of nee? Als er maar genoeg druk van buiten komt misschien. Ja, nou ja, daar is Reed Brody dus nu heel hard mee bezig. Maar gisteren zei Reed Brody tegen mij, eigenlijk mijn lot of de berichting ligt in handen van Brad Pitt. Als je de celebrities er maar als Angelina Jolie er eens even naartoe zou gaan, dan kan ze waarschijnlijk wel het een en ander bewerken. Het is natuurlijk een ongelooflijke aanklacht tegen Afrika, deze film. Mm-hmm. En dat zo'n continent toestaat dat dit soort supermisdadigers ongestraft in luxe rondloopt. Dus maar het is niet alleen dat continent, maar ook jegens de landen die dit soort dictators daar aan de macht helpen. En ik begrijp dat wij daar als Westen dus ook wel een rol bij hebben gespeeld.